Een van de initiatieven is Solink uit Dordrecht. Brian van der Graaf startte de stichting ruim 6 jaar geleden. Solink die is er vooral voor de ouderen, de eenzame ouderen eigenlijk in Nederland, die alleen wonen en die een kamer beschikbaar hebben en op zoek zijn naar een stukje sociaal contact in de eigen woning. En die helpen wij door een student daar ook mee te koppelen. Voordat een student en een eenzame ouderen worden gekoppeld, wordt eerst gekeken of ze bij elkaar passen. Als ze veel dezelfde interesses hebben, dan kunnen we spreken over een sociale match. Maar dan ben je er nog niet, want dan heb je nog het juridische aspect. En daar gaat het ook met enige regelmaat op fout. Dus dat betekent, dan heb je wel eens een mooie sociale match. Alleen heb je bijvoorbeeld een ouder met een huurwoning of met een koopwoning. Ja, dan kan je problemen krijgen met de woningcorporatie of met de bank. Want die moet toestemming geven dat een ouder een kamer onderverhuurt. En geven ze die toestemming niet, dan kan je een ouder niet helpen. Sinds het bestaan van Solink zijn er zo'n 50 matches gemaakt tussen eenzame ouderen en studenten die op zoek zijn naar een woonruimte. Wegens privacyredenen mochten we deze ouderen en studenten helaas niet interviewen. Arie Ouwekerk is de directeur van Coalitie Erbij in Utrecht. Dit is een organisatie die zich inzet om eenzaamheid te verminderen. Ouwekerk is niet verbaasd over het feit dat Solink relatief weinig matches heeft gemaakt. Er is een taboe op eenzaamheid. Mensen komen daar niet graag vooruit. Dus er zullen ook een hoop mensen zijn die best gebaat zouden zijn bij zeg maar het Solink-concept, maar die toch niet die stap zetten. Dus ik denk dat de echte vraag is, en misschien de komende jaren, omdat dat taboe op eenzaamheid wat minder gaat worden, de echte vraag is niet zo groot. En daar hebben ze denk ik een beetje op gekeken. Het grote probleem is van om het tot een echt concept te maken wat voor veel mensen bruikbaar is, ja, zal het moeten opschalen en landelijk overal moeten worden ingevoerd. En zover zijn ze nog niet. Ons insteek is juist om zorgvuldig te helpen. En als je het zorgvuldig doet, moet je het ook langzaam opbouwen. Want dan kan je alles goed uittesten en gaat het een fout, kan je ook ingrijpen. En daar komt ook nog eens een keertje bij dat we tegen bepaalde juridische problemen aanlopen, zoals ik net al aangaf. Woningcorporaties die geen medewerking verlenen of hypotheekverstrekkers. Dus wij zijn eigenlijk best wel tevreden om het feit dat de matches die we hebben gemaakt, die lopen ook gewoon goed. En die mensen zijn hartstikke tevreden. En we blijven op deze manier gewoon langzaam groeien. Alleen gecontroleerd, rustig aan en gewoon alles erop ingezet dat er zo min mogelijk en liefst helemaal geen fouten worden gemaakt. Dan een ander initiatief, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor jongeren. Wilbert van den Kamp uit Amsterdam bedacht de app Oma Post. Volgende maand komt de app op de markt. Oma Post is een manier om je oma op de hoogte te houden van wat je aan het doen bent. Dus één keer in de maand sturen we naar je oma of naar je opa, wat ons betreft iemand in ieder geval die ouder is dan jij en die niet zoveel meer heeft met jouw leefwereld, stuur je een kaartje met een foto van iets wat je aan het doen bent. Nou, en daardoor heb je gelijk ook iets om over te praten. Als je de app hebt gedownload, dan kies je een leuke foto uit, je schrijft er een leuk verhaaltje bij en Oma Post maakt daar een kaartje van. Dat kaartje wordt bezorgd bij jouw opa of oma. De kosten €2,50 per kaartje. Maar op die manier kun je wel gemakkelijk met elkaar in contact blijven. Het idee vind ik mooi, het is laagdrempelig, het is charmant, het is en sowieso jong en oud, dat is een ontzettend goed punt om te kijken wat je kunt doen om die contacten tussen generaties zijn heel belangrijk. En ik vind het mooi aan het concept, in ieder geval voor een deel gaat het over mensen die al iets met elkaar hebben. Die hebben wel een band met elkaar. Alleen die band wordt dan, het contact wordt sterker. Hoi oma, hoe is het? Ja? Heb je mijn kaartje gehad? Maar ik hoop dat mensen het gebruiken om het een soort van begin te laten zijn van een relatie of van een gesprek. Voor mij is het moeilijk, of was het moeilijk om met mijn oma te praten. Omdat het ging altijd over het weer of over mijn studie. En terwijl je wilt met iemand praten over iets wat het er doet. Nou, zo'n kaartje helpt daar denk ik heel erg voor. En ik hoop dus dat het startpunt van iets is. Heel veel mensen hebben ook helemaal geen oma meer. En heel veel ouderen hebben niemand met wie ze contact hebben. Dus die mensen, die twee groepen willen we ook aan elkaar gaan koppelen. Zodat iemand een oma kan adopteren. Of dat iemand kan zeggen, hey, ik wil graag wel 1 keer in de maand een kaartje van iemand krijgen. En ik denk dat je dan nieuwe verbanden aangaat.
En juist het onderhouden van je netwerk is volgens Arie Ouwekerk erg belangrijk. Waarbij het zeer belangrijk is dat je een paar echt hele goede contacten hebt. Dat hoeven er maar 3 of 4 te zijn. En een bredere kring van sociale contacten die ook betekenis voor je hebben. Nou, dat is erg belangrijk. Belangrijk is dat eenzaamheid bespreekbaar is. Dat mensen er gewoon niet zo krampachtig mee omgaan. Want dat is vaak al het begin van een oplossing. Ja. Het tweede punt is, wij moeten proberen als organisaties, en dat proberen ook lokaal, goed samen te werken. Want misschien ben jij eenzaam en kan ik niks voor jou betekenen, maar kan een andere organisatie dat wel.